Alhoewel ik onderweg was vandaag naar de persconferentie en ik langs twee vuurwerkverkopers langs reed en ik een enorme drukte zag, maar ook zijn de vuurwerkzaken feitelijk gewoon open, terwijl men moest wachten op de instructie van de regering. Maar wij hebben dus vastgesteld dat wij een sociaal-maatschappelijke traditie bestaat. Eén, waarbij het afschieten van vuurwerk onderdeel is van de jaarafsluiting in Suriname. En met betrekking tot slijterijen wil ik u aangeven dat besloten is dat slijterijen vanwege het karakter dat ieder aan een drankje wil komen, niet open mogen zijn, maar wel delivery en pick-up opties moeten aanbieden, kunnen aanbieden. Dus als u een slijterijhouder bent, vergunninghouder, dat u kunt leveren of dat u uw klanten bij u kunt laten komen, wordt besteld en het wordt aan de auto afgegeven. Dat zijn opties met betrekking tot de slijterijen. Er zijn richtlijnen ontwikkeld, die worden gedeeld met de sector. Dat is namelijk dat wij voornamelijk stimuleren het verkopen van vuurwerk via online opties en dat er levering plaatsvindt, dus delivery at home, vanuit de vuurwerkverkopers. We hebben zelfs gezegd, we willen levering doen van vuurwerk, welke online wordt besteld, tot 22:00 PM, waarbij elke vuurwerkverkoopvergunninghouder in aanmerking kan komen voor een dispensatiepasje, zodat de levering van vuurwerk ook nog kan geschieden tot 22:00 PM. Verder moet er een verkoop plaatsvinden middels een nummersysteem. Waarom? Omdat we niet willen hebben, als we nu zeggen, en een van de regels is dat 5 klanten maximaal in de zaak mogen zijn tegelijkertijd, en dat de rest natuurlijk buiten moet wachten. Wat je dan kan gaan krijgen is dat er een trechtervorming kan plaatsvinden buiten, en dat wij zeggen, de vuurwerkverkoper die nummers uit te delen, de mensen mogen rustig in hun auto gaan wachten, wanneer ze aan de beurt zijn, komen ze dus de zaak binnen. Verder moeten er duidelijke afbakeningen zijn middels dranghekken of om in ieder geval hoge concentratie van consumenten te voorkomen bij de winkels. We zullen, politie en of militairen, zullen aanwezig zijn, zoveel mogelijk in het kader van de handhaving, zij het steekproef geweest of zij het permanent, waarbij de verkoper gevraagd zal worden de medewerking te verlenen, om te controleren als de maatregelen in ieder geval en de condities goed worden nageleefd. Belangrijk te weten is dat op 31 december 2020 de verkoop van vuurwerk tot uiterlijk 5:00 PM in de middag mag plaatsvinden. Alhoewel er een lockdown is vanaf 7:00 PM, moeten de vuurwerkverkopers de winkels sluiten om 5:00 PM in de middag. Dit in het kader van een stukje handhaving, maar ook om de rust om 7:00 PM wederom te hebben. Ook te vermelden is dat de vuurwerkverkoop dit jaar plaatsvindt tot en met 31 december. We zijn natuurlijk gewend dat we ook na 31 december, ik denk tot 2 januari, in de zomer. Maar dit jaar doen we het tot en met 31 december. Natuurlijk gaat u uw vuurwerk aanschaffen met de volgende maatregelen. U bent verplicht met een mond-neuskap binnen te stappen. Bij het binnenstappen moet u uw handen desinfecteren. Natuurlijk de social distancing van 1,5 meter aanhouden. Andere voorstellen en adviezen zijn dat u niet onnodig oppervlakte aanraakt. De verkoper wordt geïnstrueerd dat hij erop moet toezien, hij of zij erop moet toezien dat er maximaal 5 klanten in de winkel zijn, waarbij 1 persoon per gezin. We weten dat traditioneel families en gezinnen gezamenlijk vuurwerk gaan inkopen. Dit jaar kan het niet zo op deze wijze. We zullen het anders moeten doen. 1 persoon per gezin. En een hele belangrijke opmerking is dat wij bij overtreding van de gemaakte afspraken de zaak per direct wordt gesloten. We willen meewerken. Vuurwerk is niet essentieel. Ik zeg het nogmaals. Vuurwerk is niet essentieel. We willen echter meewerken aan het in stand houden van een traditie, maar ook de sfeer niet te verpesten. Dus we roepen ieder op, zowel klanten,
Maar nog belangrijker, de vuurwerkverkoper, let u op deze zaken. 5 klanten per keer, let erop dat er alles aanwezig is. Omdat bij inspectie, indien u wordt bezocht en er zaken niet in orde zijn, wij niet aanmanend en waarschuwend zullen optreden, maar onherroepelijk zullen overgaan tot sluiting.